Gratis geld, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Oftewel een basisinkomen. Het is het basisinkomen. En waarom? Het is periodiek geld. En dat kan cash zijn, dat kan cryptocurrency zijn van mijn part, fiat-based currency, maakt mij niet uit. Maar het is geld. En waarom is het geld? Omdat je met geld alle dingen kan kopen die jij wil en die op de markt zijn. Dus niet tomaten. Het is periodiek, zodat je iedere maand opnieuw genoeg geld hebt om te eten, te drinken, onderdak, voedsel. En het is essentieel dat het individueel is. Ook de bad guys krijgen het. Dus de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen, is dat je mens bent, levend en uniek. Het basisinkomen. Van de gedachte word ik echt gelukkig. En het kwam uit meerdere gedachtegangen kwam het voort dat we nu echt al best veel burn-outs hebben van mensen tussen de 18 en de 28. Omdat er een druk van buiten is die eigenlijk talent laat winnen of zo, in plaats van als een innerlijke zingeving en een ontwikkeling voor jezelf. Bij een heleboel mensen zitten in een betaald werk, maar zijn eigenlijk helemaal niet tevreden met hun baan. Maar ja, ze durven niet te wisselen, want ja, de hypotheek moet betaald worden, de huur moet betaald worden. En juist door een basisinkomen kunnen mensen loskomen uit bullshitbanen die hen vasthouden in een kantoor en ergens in een achterkamertje, waardoor ze eigenlijk geen zinvol gevoel hebben van hun leven. We hebben nu al 40% mensen die hbo of universiteit hebben gedaan. Dus ze zijn eigenlijk overgekwalificeerd. Die zouden heel goed voor zichzelf kunnen gaan beginnen. Maar dan moeten ze wel een beetje steun hebben van zo'n basisinkomen. Het scheelt natuurlijk een hele hoop uitvoeringskosten. Hè? Als al die instanties, al die uitvoeringsinstanties kunnen weghalen. Ja, je zult het geloven of niet, maar de regering zegt dat we 50 inkomensondersteunende maatregelen hebben in Nederland, die allemaal uitgevoerd en gecontroleerd moeten worden. Ik denk dat we naar een ander systeem moeten. Mensen raken ongelooflijk in de problemen, hebben geen serieuze kans op werk. We dwingen ze om honderden brieven per jaar te schrijven, terwijl we eigenlijk gewoon aan de statistieken kunnen zeggen dat het weinig zin heeft. Ik denk dat we echt naar een ander systeem toe moeten. Als bijstandsmoeder bijvoorbeeld moet je langs wel 12 loketten. Dat noem ik breed. Maar omdat rijke mensen bang zijn dat arme mensen geld krijgen waar ze geen recht op hebben, laten we die arme mensen door heel veel hoepels springen om aan geld te komen. Je gaat echt wel alles overhoop halen en het gaat vele tienduizenden banen kosten, namelijk bij de overheid. Want al die controles die nu nog uitgevoerd worden, hoeven dan niet uit te halen. Nee, dat is... Je bent een betoog tegen jezelf aan het houden, dus ik hoor alleen maar positieve punten. Nee. In Nederland krijgt iedereen wel wat. Uitkeringen, toeslagen of aftrekposten, noem maar op. En we hebben een sociaal minimum. Bijna iedereen heeft bestaanszekerheid. Ik zie hier, je hebt 28 uur gewerkt en uiteindelijk totaal netto minder €171,98. Ja. Wat voor gevolgen heeft het hebben van deze woning voor jou nu je werkloos bent geraakt? De gevolgen zijn dat ik totaal geen inkomen heb. Totaal geen inkomen? Nee, ze noemen mij een nugger, een niet-uitkeringsgerechtigde. Tegenwoordig word je niet meer als werkeloze geregistreerd als je maar 1 uur per week werk hebt. Dan ben je ZZP'er. Ja. Er zijn ook regels die nu bij ondernemers ervoor zorgen dat ze geen mensen aannemen. Wij moeten in Nederland, alleen in Nederland, zieke mensen 2 jaar doorbetalen. Ja. Maar laat mensen nou zelf bepalen en alles wat ze dan werken, betalen ze belasting over en de rest mag je houden. Dat houden we op met die toeslagen. Maar daar houden we ook op mensen tekorten als ze bijvoorbeeld gaan samenwonen. Maar wat gaat het ons aan of mensen samenwonen of niet? En als je dan met z'n vieren gaat wonen in een huis en daardoor beter rond kunt komen, good for you. Ik kan me wel voorstellen dat dit nou zo'n punt is waar als je over 50 jaar kijkt, waar je terugkijkt en je kijkt naar dit programma en weet nog dat de presentator zegt, ja maar, dan gaat iedereen op de bank hangen. Ik kan me voorstellen dat dit een soort evolutie is van de mens. Van dat je uiteindelijk achterkomt dat het veel beter is en dat het leidt tot nieuwe... Tot, ja, zou heel goed kunnen. Ja. Leiding van een oudere werkeloze met alle, het hele supportsysteem eromheen. Ja, dat kost zeker 30.000, 40.000 per jaar. Zo. 30.000 tot 40.000 euro per jaar per oudere werkeloze. En we weten dat de kans dat hij een baan vindt zeer klein is. Het moet een feest zijn voor de vermindering van de arbeidstijd. Het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de arbeidsmarktwerking. Basisinkomen is dus
de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan van mensen om daadwerkelijk te kiezen voor die arbeidsmarkt, vrij te kiezen en dus voor een werkelijke vrije economie. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een baan te vinden. En er zijn te veel mensen die niet genoeg toegang hebben tot de basisbehoeften en er is daardoor geen keuzevrijheid. En daar gaat de basisinkomen over, over keuzevrijheid. En de gedachte daarachter is dat de meeste mensen deugen. Onvoorwaardelijk basisinkomen geeft de mogelijkheid om arbeid te verrichten op individuele basis. Een nieuw verworven vermogen om nee te zeggen, om een onmiskenbare invloed op de werkgevers te krijgen. Heb je zo'n positief mensbeeld dat je de mens zelf het vertrouwen geeft, dat hij zelf beslist wat hij vandaag doet? Of wil je als overheid zeggen van nee, wij bepalen wat goed voor jou is en wij bepalen wanneer dat goed voor jou is en aan welke voorwaarden jij daarvoor moet voldoen? Tot nu toe moet je elke keer je eigen melden. Dan moet je elke keer als er een stap gezet wordt weer in een traject meedoen. Dat ervaren heel veel mensen als heel stressvol. En zegt dat als er een basisinkomen zou zijn, dan zou dit probleem veel kleiner zijn. Ja. Maar als er een basisinkomen komt, zullen mensen zinvoller werk gaan doen. En ook hun zinvolle werk blijven doen. Wat een basisinkomen is een garantie, een fundering onder jouw leven. Ik denk dat het niet zo heel lang meer duurt voordat we een basisinkomen hebben. Basisinkomen is de toekomst van de arbeidersbeweging. En we moeten allemaal samen nu streven naar een beleid dat de 21ste eeuw waardig is. Google het maar, basisinkomen.